woensdagnacht om 3 uur eruit. Om met mijn vader samen lekker een weekje Spanje te pakken. Je redt hem maar. Afgelopen zomer ook vakantie geweest. Super vet daar. Mooi weer. En we zijn nu al eigenlijk anderhalf dag dus. Insta-stories geplaatst alleen. Dat zijn deze. Je zou niet zeggen dat die twee mannen op reis hebben die tas, of wel? Nou, deze, we hebben niet veel nodig eigenlijk ook, hè? Echt sneuwe tassen geworden, hè? Spanje! Zo, augustus 2018 zaten we hier. Hotel Garni. Nu niet. Open wil zwemmen. Lekker water, toch? Of zwemmen. Sportbroodjes. Ja. Zijn ze weer op bij de molen? Ja. Bitter vodka. Ja, oké. Finish. Die een grote mond hoor, die gast. Die een grote mond. Nou, zijn we terug. Ga je van de trechter? Oh, maar wel hoor. Ja. Hier, kijk, zijn we nog, zijn nog steeds verbouwen. Hey. Ja, dankzij oma. Ja. Altijd vloggen. Ik heb catering, dat is opa, die zit in de catering zoals je ziet. Ja, ben je ingehuurd speciaal? Ja, speciaal ingehuurd, lekker een Bacardi heb ik lekker en hij lekker een biertje. En we hebben lekker gisteren naar vodka gezeten. Maak een paar mooie dagen ervan en dan gaan jullie lekker meekijken hoe we dat doen. Ik ga niet heel veel vloggen, maar ik laat het ook wel zien. 21 graden hier nu, in de zon, lekker zwembadje en zo. Lekker hotelletje, heerlijk, je redt hem maar. Nog één biertje. Het is zwaar, hè? Ja, ik heb nog één biertje. Ik heb dus tweede. Ik heb nog één biertje ongeveer. En dan heb ik nog één biertje. De laatste van de hele vakantie? Ja, de hele laatste van vandaag. Van voor 4 uur. Voor 4 uur heb ik nog één biertje. Wordt overpissen. Een hele grote televisie op. En we hebben het gewoon voor elkaar gekregen om er eigenlijk binnen 24 uur naar de stal van te gaan. Ze hebben de handdoek niet eens meer. Ja. Ik heb er wel mooi uitzicht op. Dat is een beetje chemisch. Jij hebt diepje? Nee, cool. Lux, jij bent wodka. Bij ons, yeah. Wat heb jou wat hier? Jij film zelf gewoon. Een strand gaan hebben, even shows maken. Zitten ze daar hoor? Dingen, ze zitten er op dingen aan de boulevard. Ja. Van Tossa. Nee. Van Jorettema, sorry. Jorettema. Dus hij zou tot 4 uur iets weer drinken, maar hij mag gewoon helemaal niet meer drinken. Als het bij mij ligt, gaan we dus elke dag naar Tossa. Ik ga mee naar huis. Ja. Voor oude mensen, ja. Ja. Hier, we gaan het boulevard, maar het is niet op mijn oude rijstand. Het is nu pas 10 uur, laatste. Je lijkt wel zo'n beachboy hoor, met je truikje zo. Ja. Ook wel een golfer of zo. Maar dat is bek. Ik had gehoopt op een 5, 6 plus, dit is de strand. Maar het is veel tegen, het loopt er maar door. Het is niet naakt. Ja, nou, in de hitte we drank een keer.
En we zijn er heel erg vrouwelijk. Want we hebben de handtassen gehad zo. Maar heb ik gezegd voor 11 uur. Dus ja. Ik wacht even nog. Nee, voor 12 uur. Dus ik moet na drie keer wachten. Ja. Maar ik heb mijn klokje heb ik even voor gezet. Dus, Een handtasje en ja. Handtasje. Is het heel mannelijk dit of niet? Nou ja, we kunnen spullen dus. Ik pas ook een beetje bij jou. Maar ik bedoel. Zitten ze weer, hè? Zwaar, hè? Zware vakantie. Oh. Ik heb een hele moeilijke nacht gehad. Ik heb moeilijk, maar een moeilijke nacht gehad. Ik heb niet met een gevoel gedaan, maar ik heb wel een goede nacht gehad. In Nederland hagelt het, hè? In Nederland hagelt het. Ja, ik heb net van een doel uit Holland heb ik een bericht gezet. Heb je gekregen over het feit dat er in Nederland hagelbijen zijn gevallen die het op dit moment is? Ik heb een geantwoord van, nou ja, kun je naar sleetje rijden in Nederland. Lijkt me ook gewoon sleetje rijden in deze periode. Ja, dan net een hele leuke dame met zo'n gezicht zo een meter diep op vandaan aan de andere kant. Dus je moet even kijken hoe ze eruit zien, maar ik heb er nog verder geen gegevens. Got it! Hoe kan je nou daar uit je broek scheuren? Ja, maar wat is er gebeurd dan? Ja, weet ik veel, ik zie het net. Is it good? Is it good? Good? Yes. Daar hoeveel ze daar? Hoeveelste? Ik ben kwijt. 20 moet draaien. 14. Het is in ieder geval vandaag maandag. Het is maandag. Het hebben we. 18e gaan we weer terug, hè? Ja. 18e. 17, 15. Vandaag maandag de 15e. En het zit er gewoon weer bij het zwembadje, mis 2, hè? Geen vrouwen vandaag? Nee, geen vrouwen vandaag. Ik zit te wachten, maar het komt. Ik wacht op vrouw, maar het is gewoon. In Nederland is geloof ik hagelsteen en sneeuw nu. Ja, het is voorbij. En wij zitten gewoon in het zwembadje, het is 20 graden. De ijsbaan gesloten. Ja, het is 20 graden zo goed. In ieder geval, wij zitten uit de wind, het is echt gewoon 3-4 graden vervoer met volle zon, dus lekker. En dan morgen gaan we ijs kijken hier ook bij de molen. En wat gaan we meer doen? Niks. En Tossa, hè? En Tossa gaan we morgen overdag, Tossa de man even dagje. Dat gaan we wel filmen ook. En verder chillen en drinken en eten. Dat is het enige. Echt zwaar. Ik heb een heel zwaar vakantie. Ik had heel veel plannen om het te doen, maar het is echt op zich een heel luie vakantie geworden. Alhoewel, dat hebben we wel af en toe nodig. Jij helemaal een beetje druk op bestaan. Ik ben al een paar jaar terug met pensioen, maar... Komt uit de porno-industrie, hè? Voorheen zat ik in de porno, maar op een gegeven moment ben ik daar waar ik het thuis voor. Toen heb ik andere dingen gedaan. Ja. Ik was kantoor in Amsterdam, ja. Na een porno-carrière. Na een porno-carrière heb ik kantoor in Amsterdam. Dat was een hele omschakeling over. Maar...